15 mei 2017. 60 jaar Kozijn van der Pel. Bij me staat Kozijn. Kozijn, je kunt het als kleinkind nog herinneren dat je vader Jo verhuisde van de Juffrouwstraat 10 naar de Beekstraat. Ja, dat klopt. Hij had daar een winkel. Daar zat hij ongeveer ook 10 jaar, want hij ventte vroeger met de fiets en zo allemaal. Die winkel werd wat klein, kwam woningenrichting, Elburg wat groter. En toen kwam dit pand te koop, dat was een voormalige pastorie van de Hervormde Kerk. En dat heeft hij toen gekocht. Moest hij even wachten op een vergunning, want dat duurde natuurlijk een tijdje en zo allemaal. Want het was een monumentaal pand en met een gevel en zo. En 15 mei 1957 is toen hier de winkel geopend. Ik was een jochie van 7, ik kan me het vaag herinneren, iets. Maar goed, zo'n goed 8 jaar later, in 65, ben ik hier in de winkel gekomen. En nou, zo lang zitten we er al in. Maar het is dus 60 jaar dat mijn ouders hier, Jo en Geertje van de Paul Willemsen, dat hier dus een nieuwe winkel kregen. Groot raam, er was veel aandacht voor, want het was natuurlijk, ja, Elburg, was natuurlijk nog kleiner. Maar het was natuurlijk een hele verbouwing. Maar dan meteen als een groot winkelraam voor monumentenzorg. Ja, dat was natuurlijk wel een heel gedoe, maar het is voor elkaar gekomen. Had de winkelier vroeger ook meer een functie in de samenleving als nu? Nou, ja, op een andere manier. De samenleving is er natuurlijk wel, maar het was vroeger natuurlijk veel betrokkener. Elburg was wel kleiner, de klantenkring was eigenlijk ook veel klantenbinding van de Elburgers zelf. Kijk, je leeft nu in een andere tijd, dus het is natuurlijk een heel andere beleving, een winkelier, hè, nu dan vroeger. Vroeger waren misschien wat elders wat meer betrokken, op een andere manier betrokken, laat ik het toch wel goed zeggen dat het niet verkeerd is. Maar zoals nu heb je natuurlijk zoveel breder mensen georiënteerd in het hele land. Dus het is een heel andere beleving, maar een functie in de samenleving, dat heeft de winkelier beslist. 1957 kan ik me voorstellen dat het assortiment heel anders was als anno 2017. Ja, dat klopt. Want toen mijn vader hier kwam, was er heel veel woningenrichting. En vloerbedekking, en gordijnen, tafelkleden, en bedden verkocht hij toen allemaal in die tijd toen. En veel minder confectie. Daar had hij wel wat. En dat waren dan hoofdzakelijk rokken en truien. En textiel, dat was dan de pyjama's en ondergoed en babygoed, alles bij elkaar. Maar kijk, natuurlijk veel minder confectie, want er was natuurlijk veel minder kleding. Dus de hoofdzaak was toen ook textiel en een woninginrichting wat er dus was. En dat kwam hier allemaal in de winkel, dat was veel groter winkel dan daar. En ik had dus broers die dan in de woninginrichting zaten. Hè. Mijn oudste broer Henk, die ding de meubelzaal en de woninginrichting. En de tweede broer die ding veel in de woningtextiel. En dat is toen in die tijd ook gesplitst. Maar de hoofdmoot was hier, toen ik dus eigenlijk in de winkel kwam in 65 met mijn vader. Toen was die splitsing dus een beetje gebeurd. En toen gingen we dus met de confectie verder. En dat groeide steeds meer uit. Dat is veel uitgebreider dan nu, bij vroeger. Dat klopt. Had je vader ook nog die ventfunctie toen hij hier aan de Beekstraat kwam? Nee, dat deed hij niet meer. Hij had vroeger wel altijd dus gefietst. Af en toe fietste de boer op, een pak, weet je wel. En dan, hup, dan ging hij. Hij had dus, ik kan voor even zeggen, misschien wel leuk. Mijn grootvader had dus een hele hoop zonen en zo. En toen die allemaal wat ouder werden. Mijn grootvader is zo rond 1900 hier in Elburg begonnen met een. Ook met textielzaak. In het pand waar nu de evangelische boekwinkel zit, daar is hij begonnen. En toen die jongens ouder werden, kregen ze allemaal een soort. Regio waar ze dus met de fiets en het pak naar de boer op ging. En mijn vader ging hoofdzakelijk in Oldenbroek en Oosterwolde wat. En toen hij voor zichzelf begon, is hij eigenlijk naar in Friesland een aantal jaren geweest. En toen zijn ze teruggekomen en heeft hij nog in de oorlog en die periode daarna heeft hij ook nog gevent met de fiets. En toen woonden ze aan de Basbaklaan. En dat werd ook allemaal wat kleiner en voller en drukker. En toen is hij gestopt met dat fietsen, met de boer opgaan. En toen is hij in 47. In de winkel in de Juffrouwstraat 10. Daar zijn ze dus toen met de winkel begonnen. Dat is voor de kennis in Elburg is dat waar Jan Bal vroeger zat en Kapsalon Schaap. Kapsalon Schaap en nu, ja nu, ik weet niet precies wat het is, maar het is dus naast het museum. Ja. Zelf ruim 50 jaar in deze winkel geweest. Ik altijd hier denk ik boven gewoond. Ja, ook. Ik ben in 65 in de winkel gekomen, kwam van school af. En mijn vader zei van, nou, dat laatste, dat leer ik je wel. Je hoeft niet verder nog te leren. Dus ik was nog maar 15 jaar. Maar goed, ze zijn vrij kort met elkaar daar overleden. Dus het was ook maar goed dat ik in de winkel was, want het was 21. Dus ik kon het allemaal overnemen en voortzetten.
We waren nog niet getrouwd, een paar jaar later zijn we getrouwd en toen zijn we hierboven komen wonen. En dat was dus in 1975. Dan heb je natuurlijk al een x-aantal mijlpalen gehad, 25 jaar bestaan, zonder muziektent, maar toch met muziek. Ja, want toen we 25 jaar hier de winkel aan, hier was, dat mijn ouders hier de winkel kregen, dan denk ik, maar dan moeten we toch een beetje een festiviteit van maken en zo. En met mijn broers een artikel in de krant geweest en ook een actie gehad en zo kwamen we met een 25ste klant en zo allemaal. Maar we vonden het ook wel mooi om een muzikaal sluitstuk aan die feestweek te doen. Dus in overleg met Concordia, die had ook een broerskapel en nou ja, je weet dat ik ben zelf ook lid van Concordia, dus dat is natuurlijk gauw geregeld. En het was een muziekcentrum nog maar niet. We hebben een vlonder op de beek gelegd. En even zaterdagmiddag, even daar de Boerenkapel, die heeft dan heel gezellig, was mooi weer, hebben ze daar gezellig gespeeld. Dat was best wel attractief. Het is steeds moeilijker voor de middenstand in Elburg. Althans, dat zijn de berichten die je in de kranten hoort en in de media. Maar jij bent een begrip hier in de buurt. Nou ja, hij dat zo stelt. Er zullen wel meer zijn hier in Elburg die een begrip in de buurt zijn. Maar dat komt natuurlijk ook, ja... Je hebt je voorgeschiedenis, je ouders, hè, die altijd hard gewerkt hebben, nu ook voor de winkel en zo. En ook voor de drie zonen, en ja, ook voor de dochters, dan twee dochters ook, maar voor de zoon die een winkel voort wilde zetten en zo. Dus daar hebben ze altijd hard voor gewerkt. Dus dat is natuurlijk wel blijven hangen, dus dat begrip van de Pollen zo allemaal en het volkslag. Want er zijn natuurlijk nog wel meer van de Pols, want kijk, andere nazaten hebben ook. Want waar nou de HEMA zit, daar heeft mijn grootvader, nadat hij dus aan de overkant daar de winkel een paar jaar heeft gehad, is hij dus daar een Beekstra 12, waar nu de HEMA zit, is hij dus doorgegaan. En andere broers van mijn vader zijn naar Nunspeet gegaan, die zijn daar ook met winkels met textiel en confectie begonnen. Dus, ja, dat is natuurlijk wel dan een begrip in die regio natuurlijk. Vooral vroeger, omdat het natuurlijk allemaal wat betrokkener was op de plaatsen zelf. Dat klopt. Maar nu, of het nog een begrip is voor de omgeving, ja, moet luisteren, kijk, ja, ze kennen je natuurlijk wel, zo is het niet. Maar je zit op de muziek en je doet zoveel mogelijke dingen overal mee. Dus ja, als je zo wil stellen dat dat een begrip is, nou, dan is het, vind ik het goed. De winkel, hè, die ziet er nu fantastisch uit, maar ik kan me voorstellen dat die wel diverse metamorfoses heeft ondergaan. Ja, zeker. We hebben best wel wat verbouwing gedaan hoor. En hij was toen mijn ouders hier dus die winkel begonnen in 1957, was hij wel kleiner dan nu. En er moesten ze natuurlijk ook, er zat dus een kelder in en dat moest ook blijven aan monumentenzorg. Dat mocht ook niet weg. Dus er was zo'n opkamer hier achter daar zo in de winkel. En maar goed, nou lieve Lee werd het dan toch veel kleiner toen ik dus in de winkel kwam mee en nou, moest toch wat verbouwd van de kelder weg, vloervlak en dan een stukje erachter bij trekken. Want er was nog een stukje open plaats achter hè, en dat is overkapt met een plat dak en daar kon dus bij de winkel aan gaan. Maar ja, dat is dus wel de ruimte waar je het altijd in doet. Maar in tussentijd, ja, dan verander je wel eens natuurlijk het interieur met de tijd mee. Dus dat is inmiddels dan ook alweer 10 jaar geleden dat we dus de hele boel weer op de kop hebben gehad. En dat alles eruit was. En toen we opnieuw erin. Maar goed, het is altijd tot tevredenheid altijd gebeurd. Hoe bepaal je je collectie? Ik kan me voorstellen dat het elk seizoen weer moeilijk is om die artikelen in huis te halen waar vraag van is en wat in is. Ja, dat is natuurlijk deels ook een gevoelskwestie en een beetje kijken naar de richting van klanten dat je krijgt. Dus het is eigenlijk een mix en zo allemaal. En wat er aangeboden wordt en wat dus de trend is in de omgeving en wat je klantenkring is. Kijk, we zijn dus niet voor heel jong, maar toch voor een wat breed publiek hebben we dus een collectie samengesteld. En ja, die inkoop die doe je dan en dan ga je kijken en dan ga je overal langs op beurzen, bij firma's langs hoe het is. En dan daar bepaal je dan wat je dus... inkoopt wat je dus denkt, nou dat is geschikt, dat doen we. Je vrouw is natuurlijk ook vaak in de winkel, ja. Die zal er ook wel een bepalende stem in hebben bij de samenstelling van de collectie. Ja, nou ik ga wat meestal alleen op pad, maar als hier, ze gaat ook wel mee, maar het meestal ga ik alleen op pad, maar als hier in de winkel is, dan overleggen we samen ook met personeel erbij en dan, ja die hebben dan weer andere invloeden en zegt, nou dat kun je beter niet doen, doe dat maar, dat is beter. Nou. Je bent nu inmiddels 60 jaar onderweg en je bent er nog steeds en dat is natuurlijk best wel een prestatie. Wat is het verschil in het assortiment van nu en het assortiment van vroeger? En wat is het verschil in klanten van nu en klanten van vroeger? Dat is wel een heel uitgebreide vraag, Bert. Er is best wel verschil in. Dat weet je natuurlijk zelf, die ervaring heb je natuurlijk zelf ook wel. Kijk, het gaat allemaal sneller, ten eerste. Nou ja, en je weet ook, het betalen is dat allemaal met de pin.
En dat is ook allemaal anders. En ja, de keuze is veel groter. Als je kijkt wat van keuze dat er is bij vroeger vergeleken, ja, dan had je de firma's een paar keer in het jaar een beurs en daar kocht je dan in. En dan zijn je aangesloten nog weer bij een inkoopvereniging. En toen, dat gebied werd wel wat groter en zo allemaal. Maar kijk, de keuze was veel beperkter. Maar door de jaren heen is er natuurlijk zoveel confectie en kleding overal weer bijgekomen. En de prijzen zijn veranderd en gedaald. Dus dat is wel een heel groot verschil. Dus de keuze is veel groter en de mogelijkheden zijn ook veel groter. Want de materialen die gemaakt worden, de kleding van de materialen die dan daarvoor gebruikt worden, dat verandert ook steeds. Vroeger had je alleen maar katoen en een beetje rayon en wol en zo allemaal. Maar toen kwamen die synthetische stoffen. Dat was een hele vernieuwing zo. Midden jaren 60. Kijk, en daar zijn natuurlijk allemaal verbeteringen in gekomen. Maar dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. En de kleuren en het model. Hoewel het mooie is wel zo. Dus de mode pakt wel iedere keer weer even terug naar stijl van vroeger. En ja, dat zie je dan wel weer. Maar kijk, ik had dan zo'n fotootje wat er op de Facebook stond met die jurken die we dus toen in die tijd hadden. Met de opening in 57. Nou. Sommigen zou je nou best wel in de winkel kunnen hangen. Dus als je dat weer ziet, dan is er dus geen verschil. Maar ertussenin is wel heel veel verandering geweest, dat klopt. En nu nog over de klanten. Ja, zie ik. Nou, de klanten, kijk, vroeger had je natuurlijk, nou, hoofdzakelijk alleen maar Elburgers in de winkel. Wat logisch is, hè, want als je dus 60 jaar terug, mensen waren niet zo mobiel als nu. En ze waren nog niet zo, ja, vrije tijd was ze natuurlijk veel minder. En ze waren allemaal veel, ja, en er was ook natuurlijk minder geld. Dus daar moesten ze het ook mee doen. En daar deden ze het ook mee. Kijk, maar nu zijn de mensen natuurlijk veel meer mobiel, ze reizen verder. Dus van buitenaf komen er heel veel toeristen hier natuurlijk naar Elburg toe. En dat is natuurlijk best ook wel positief voor Elburg, maar ook voor ons als zaak natuurlijk. Maar kijk, er is een hele beweging, hè? De mensen zijn overweg. En dan heb je dan natuurlijk nog te maken met het internetinkopen. Dus ja, hè, er zit best wel groot verschil in. Dus, maar de mensen die er nog zijn, want we hebben altijd nog een systeem dat hanteren we met een soort klantenkaart. Als de mensen wat kopen met een bedrag, dan krijgen ze een stempel. Dus dat geeft dan toch nog wel een binding. En dat weten de mensen ook te waarderen. Want ja, ze komen dan iedere keer als die kaart vol is. En dan kunnen ze dan voor dat bedrag wat die kaart waard is, dan zoeken ze dat wel vooruit en dan kunnen ze dan kopen. En, ja, dus, en dan stempel ze gewoon door. Dus dat is dan nog een soort klantenbinding. Wat vroeger ook de zegeltjes was, want mijn vader heeft dat ook altijd wel gedaan. Die gaf altijd zegeltjes ook mee. En nou goed, dat is dan wat minder, maar niet zo sterk meer. Maar daar hebben we dan die klantenkaart. Ik moet je feliciteren. Je bedrijf is na 60 jaar nog steeds even jong als 60 jaar geleden. Ja, want dat streef je wel na. Je moet natuurlijk met de tijd meegaan. En dat probeer je ook zo goed mogelijk te doen. Natuurlijk samen natuurlijk met mijn vrouw. En op die manier doen we dat natuurlijk wel goed door. Dat klopt. Ik hoop dat je een prachtige feestweek mag hebben. Goed, dankjewel.